sports. It's in the game. Je kijkt naar de FIFA 20 FC Twente Career Mode. Mijn naam is Dweenster en dit is aflevering nummer 15. We gaan door waar we gebleven waren. In de vorige aflevering heb ik jullie gevraagd of jullie voor mij een centrale verdediger hadden. En jullie hebben gereageerd onderaan de vorige aflevering. Dus daar gaan we zo naar kijken. Voordat wij daarna gaan kijken, vergeet niet om het duimpje omhoog achter te laten. Dat waardeer ik enorm. Vind je mijn kanaal dope? Vind je deze aflevering dope? Maar ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan nu om mij te volgen, om mij te supporten. Vergeet dan niet om je notificaties aan te zetten, want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. We gaan even kijken naar de spelers die jullie hebben opgenoemd. Dit zijn de spelers die ik uit de reacties heb gevist. Malang, Zaar, Obispo, Osorio, Farnier, Zandler, Murillo, Geertruida, Itakura, Pogba, Saliba, Katic, Helik. En dat was het. Dit zijn de spelers die jullie voor mij hebben gevonden. We wachten op de scoutverslagen. Eén ding wat ik niet ga doen meer is mijn eigen spelers kopen. Dus alle spelers komen dus nu van jullie af. Ik heb wel, even kijken, Kingsley als rechtsachter gehaald. Dat was mijn eigen keuze, maar dat wil ik dus niet meer doen. Het programma voor de maand augustus ziet er als volgt uit. We zitten nog in juli, 20 juli dus. We hebben de scoutverslagen waarschijnlijk voor de wedstrijd tegen AZ. Denk ik eerlijk gezegd niet. De eerste wedstrijd die we gaan spelen is tegen AZ. We moeten de twee spelen. Uit en thuis. Ja, ik denk dat we dan gewoon tegen AZ en PSV gaan. Dat zijn de grootste clubs in de maand augustus. Dus die wil ik wel eventjes spelen. En dan simuleren wij de laatste drie wedstrijden natuurlijk. Tegen Sparta, ADO en Fortuna Sittard. Trouwens, wat ik dus was vergeten te zeggen is, we gaan ook Dest halen. En Dest zal onze basisspeler worden. Want Kingsley was mijn speler. En wat ik dus net zei, ik wil gewoon dat jullie alle keuzes maken. Dus even kijken. Kingsley gaat op de bank. Ja. Serginho Dest gaan we dus overnemen van Ajax. Groot talent. Even kijken. Gaan we hem lenen of kopen? Gaan we hem lenen of kopen? Tussen de 1.7 en 2.4. We gaan hem kopen. Dit is Ten Hag waarschijnlijk. Oké. Elia staat nu op de muur. Dat is veel beter. We beginnen met... Wacht even, kan ik hem wisselen voor Kingsley? Maar Kingsley is veel duurder, dus dat is... Ja, dit gaat heel raar zijn. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen, waarom niet? Ik ben de coach. Kingsley was mijn keuze, was niet jullie keuze. Dus op deze manier ga ik het voor jullie oplossen. Ze gaan sowieso akkoord gaan. Nou, Ajax blij, wij blij. Jullie blij, iedereen blij. Delegeren. Even kijken, we hebben dus de centrale verdediger nog nodig. En... Jullie wouden Mitchie van Bergen, maar ik koos dus voor, Johnson. Johnson of Van Bergen. Weet je, ik heb met Mitchie van Bergen grotere plannen. En Dennis Johnson stond ook tussen de reacties. Dus, ja. Oh ja, en wat ik ook zat te denken is trouwens, Dennis Johnson is een betere speler voor achter Elia dan Van Bergen. Van Bergen gun ik een basisplek. Dus ik wil gewoon nu eventjes eerst Dennis Johnson voor achter Elia. Van Bergen is voor mij geen bankspeler. Ja, dat was het. We gaan door. Berggren is ondertussen verkocht voor 3,5 milli aan Bordeaux. We hebben Dest die zijn contract heeft geaccepteerd. In ieder geval Dest en zijn zaakwaarnemer. En we hebben een afkoopsom voor Drommel die is betaald. Ontslagclausule van 8,7 voor Joe Drommel is betaald. Oké, dus we moeten zijn contract gaan verlengen. Watford wil Drommel overnemen. Dat gaat niet gebeuren. Des, welkom bij het team. Even kijken. Rob binnen de selectie. Rotatiespeler. Contract 5 jaar salaris. 4100. Trouwens, wat we ook moeten gaan doen is kijken naar de verwachtingen. De nieuwe verwachtingen van het bestuur. We hebben nog steeds een 90 qua cijfer gekregen van... het bestuur, dus we gaan even kijken. Jeugdafdeling. Contracteer één speler in je jeugdafdeling voor de positie van middenvelder. Dus dat is wat we gaan doen. Maak één speler van de jeugdafdeling minimaal 5 algemeen punten beter. Zodra ze beter geworden zijn, speel je 5 wedstrijden met ze. Het zij
in de basisopstelling of als wisselspeler. Oké, dat wordt dus diezelfde speler. Dat is wat we sowieso gaan doen. Naamsbekendheid, raak uitverk. Oké, die hebben we ook gehaald. Dat is van vorig seizoen. Oké, anyway. Lange termijn, die staat om 0%. Ik weet niet, volgens mij is dat een glitch. Financieel. Misschien komt dit omdat ik van stadion ben gewisseld. Ik bedoel, dit is niet het default stadion van Twente. En we hebben de naam veranderd. Dus het zou kunnen zijn dat dit gewoon een glitch is. Financieel verdubbel de clubwaarde van je club binnen 2 seizoenen met 30%. Oké, we hebben 2 seizoenen daarvoor. Korte termijn, eindig hoog. Ja, dat was vorig seizoen dan zo. Dus ik verwacht niks minder dit seizoen. Oranje Beker, haal de kwartfinale. Ja, die moeten we goed maken. Deze moeten we goed maken. En de nieuwe is natuurlijk internationaal succes. Wat hebben we staan? UEFA, Europa League, haal de knock-out fase. Wat moet lukken toch? Ik heb geen idee. Voordat ik het vergeet, wij moeten het contract van Joe Drommen gaan verlengen. Want anders gaat hij vertrekken. Dat is niet de bedoeling. Dus we gaan verlenging delegeren. Bruh. Oh nee. Je hebt al over een nieuw contract onderhandeld. Dit is iets waar ik niet over na heb gedacht. We gaan onze beste speler kwijtraken. We gaan Joe Drommen kwijtraken. Nee. Nou. Dit is... Wij gaan gewoon Joe Drommen kwijtraken. De man van de thumbnail van seizoen nummer 1. Oh, we hebben een keeper nodig nu. We hebben dus nu een keeper nodig. We gaan Joe Drommen verliezen. Wij gaan Joe Drommen verliezen. Dus we hebben gewoon geen keeper. We hebben Brondeel. Wauw, wat een blunder. Dit is wel echt de grootste blunder die ik heb gemaakt. Ja, sinds ik mijn kanaal heb gestart volgens mij. Want wij gaan gewoon... Ja, er is gewoon niks wat ik kan doen dus nu. Normaal gesproken kan je het contract verlengen. Maar dat heb ik dus net gedaan. En die gieren bij Watford hebben daarop gewoon zitten wachten. Gewoon, wauw. Jongens, sorry. Mijn excuus. Ik kan er niks aan doen. Ik had gewoon die afkoopclausule niet moeten accepteren. Wat? Ja, dit is echt erg. En hier zien we het staan. Joe Drommel en zijn zaakwaarnemer zijn het met Watford eens geworden over persoonlijke voorwaarden. De overeenkomst om Joe Drommel voor 8,7 miljoen te verkopen is afgerond. Het bestuur heeft 6,5 miljoen aan je huidige transferbudget toegevoegd. Dit is jammer. Man. We hebben dus een keeper nodig. Ja, nou, reactie onderaan de video. We hebben gewoon een keeper nodig. Maar dit betekent ook wel, even kijken, dat ik... Na PSV ga ik gewoon stoppen met simuleren. Want normaal gesproken zou ik de hele maand augustus gaan simuleren. Maar dat gaan we dus nu niet doen. Want we hebben een keeper nodig. En ik heb weer jullie hulp nodig. Ik heb gewoon echt een domme fout gemaakt. Oké, we gaan... Ai, ai, ai. Probeer ik het net goed te maken door Des te halen en Kingsley te laten gaan. Man. Oké. De eerste wedstrijd komt eraan. We gaan tegen AZ. Even kijken, we hebben een appje van Van der Linde. Ik ben de laatste tijd heel goed in vorm en voel me uitstekend. Ik hoop dus dat je me in de wedstrijd tegen AZ niet op de bank laat zitten. Dat is sowieso niet wat we gaan doen. Dus, kom goed. Okay, welcome everyone. We'll be starting with questions now. Okay guys, we'll be wrapping it up now. Thank you for attending. Oké, persconferentie is voorbij. Geen vragen over Drommel, gelukkig. Ik ben heel blij dat ik een spelers in mijn team heb die jullie hebben gevonden voor mij. Dus dat voelt zoveel beter dan dat ik mijn eigen spelers aantrek. Dus dit is de richting die ik op wil op mijn kanaal. Gewoon jullie meer betrekken. We gaan de eerste wedstrijd spelen. We hebben nog geen scoutverslagen binnengekregen van de centrale verdedigers. We hebben een keeper nodig. Drommel is gewoon weg. Ah, dat doet pijn, man. Oké.
De eerste wedstrijd focus. De eerste wedstrijd tegen AZ is meteen een hele zware wedstrijd voor ons. Dat is één ding wat zeker is. Op doel hebben wij Brondeel. Linksback is De Nooyer. Van der Linde en Beijen als centrale verdedigers. Van der Linde is nu een 72 algemeen. Oké, Dest als rechtsback. We hebben Bakuna, Fukis en Bakker op het middenveld. Elias linksbuiten. Aitor, nee. Van der Heijden als rechtsbuiten en Van Wolfswinkel in de spits. Ik moet alles weer veranderen, jongens. 4 minuten. Oké, 4 minuten, uw team. We gaan er Alkmaar, AFA Stadion. En dit stadion is nog wel heel. Let's go. De eerste wedstrijd van seizoen nummer 2 van FC Twente. En we spelen meteen tegen AZ Alkmaar. Een top 4 ploeg van de Eredivisie. Naast de traditionele top 3 van Nederland is AZ toch wel best of the rest. En ik denk dat iedereen het daarmee met mij eens is. Denk ik. Denk het wel. Moet wel. Maar welke spelers heeft AZ? Spelen de talent. Ik zie volgens mij Stengs nog wel. Maar hebben ze nog Idrissi, Boudou, Mijnals. Ze hebben zoveel gruwelijke spelers. We gaan kijken. De 11 van AZ. Ja, Wijndal zie ik. Koopmijners. Wat? Idrissi op de bank. Klaasje op de bank. Vlaar op de bank. Boudou op de bank. Ja, ze spelen gewoon niet met hun eerste elftal. Want ook Bizet op de bank. FIFA moet dit snel gaan oplossen. FIFA moet dit echt snel gaan oplossen. Dit zijn dus de spelers van AZ Alkmaar. De eerste wedstrijd. Het is tijd. Daar is Elia. Wie is de aanvoerder? Ik moet het gaan veranderen. We gaan beginnen. Dest. Hier is Dest. De nieuwe man. Dest. Raak de bal kwijt. Ja, overtreding. Overtreding. We moeten trouwens het rugnummer van Dest gaan veranderen. Die krijgt dus nummer 5. Kingsley nog geen enkele officiële wedstrijd gespeeld voor FC Twente. En hij is nu alweer weg. Speelt nu bij AFC Ajax. We hebben de vrije trap. Bakker neemt hem. En Elia. Wat? Elia staat niet bekend om koppen. Kijk dat atletisch vermogen van deze man gewoon. Buitenaards. Gruwelijke tattoos. Bakuna wint. Dit is een paas op. In één keer. Ah, Bakker. Hij is links. Maar hij kan. Nee, hij kan niet met rechts. Ik zag wat moois in mijn gedachten. Maar het komt er niet uit. Bakker schiet met rechts. Jammer. Ik had moeten aannemen, denk ik. Van der Linde, de jeugdspeler, is in de basis. Bakker, de jeugdspeler, is in de basis. De enige jeugdspeler die niet in de basis staat is de Belgische aanvaller waarvan ik even de naam ben vergeten. Even een blackout. Dubois, toch? Dubois. Ja, ik ben er weer. Elia. Ah, oh, jammer. Elia, die gaat natuurlijk proberen waar hij het beste in is. Zijn mannetje passeren met mooie bewegingen. Stengs. Stengs krijgt hem. Maar daar is Van der Linde. We weten Van der Linde heeft ook snelheid. Dit moet hem zijn. Dest. En dat is... Ja, is riskant allemaal. We hebben daar nog steeds de bal. Die bal gaat goed. Fukic. Voor je man kruipen. We gaan hem geven op... Ja, Van der Heijden moet hier de voorzet gaan geven. Of hij kruipt naar binnen... Of hij krijgt naar binnen en mag schieten. Nee. En dat is Fukies. 1-0 voor FC Twente. Ja, dit is echt een rommeldoelpunt. Kunnen we naar de camera gaan? Werkt het? Ja of nee? Het werkt. Gelukkig. Ja, dit is gewoon een rommeldoelpunt. Dit is gewoon echt een rommeldoelpunt. Van der Heijden. Ik wou echt een mooi doelpunt maken met Van der Heijden. Maar hij werd geblokt. En ook Fukies werd in eerste instantie geblokt. Maar gelukkig let hij goed op. Ja, ook ja, een beetje goed. Maar we staan voor met 1-0 in Alkmaar. Eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Wijndal. Reinders. Een mooie paas naar Stengs. Nu moeten we even oppassen. Daar is Drive. Drive. Des goed gedaan kan. Even kijken. Van der Heijden is snel. Houd hem binnen, jongens. En dat is... Wie is dat? Bakuna. Weer... Ja.
Hey. Ja, 1-1. Ja, onze centrale verdediger liep niet goed mee. Ik zag het gebeuren. Druif met de gelijkmaker. En zoals gewoonlijk kunnen we niet lang genieten van een voorsprong. In de herhaling kun je zien dat Druif wegloopt. En mijn centrale verdediger reageert heel traag. Ja, het was Van der Linden, de jeugdspeler. Het is nu wel duidelijk, we hebben wel echt nog een centrale verdediger nodig. En dan gaat denk ik Bijen op de bank komen te zitten. 1-1. We hebben een... Nee, ik dacht dat ik de bal had overgenomen. Dat is Reinders. Van der Linden onderschept, heel goed. We zoeken wat ruimte. Ja, dat is een mooie... Wat? Wat? Dit is niet... Wat een aanval. Die scheidsrechter fluit gewoon af. Maar goed, 1-1. Ja, we gaan wisselen. Espinoza gaat erin. Nee, wacht even. Stop. Ik ga het denk ik zelf doen. Is dit iemand anders dan Espinoza? Nee. Espinoza moet daar wel. Ja. En voor de rest... Van der Heijden valt een beetje tegen, om heel eerlijk te zijn. Ik geef hem nog even een paar minuten. Daar is Klaasie. Bakker gaat eraf. Speelt een ongelukkige wedstrijd, moet ik wel heel eerlijk zeggen. Espinoza komt voor hem in de plaats. Espinoza speelde vorig seizoen wel goed. Maar ja, we moeten keuzes maken. Maar heb ik dat... Wat een kans! En nou. 2-1 voor AZ Alkmaar. En dit is echt een lucky doelpunt. Wat gebeurde er eigenlijk? Want de keeper had echt een gruwelijke reactie. Dat wel. En dat... Ja, ik kan het vanaf hier niet zien, hè, FIFA. Even kijken. Schiet. Ja, ik weet niet wat de keeper deed. Maar waarom hij dook? Hij ging gewoon iets te vroeg. En er staat 2-1. Elia. Oké. Bakuna. Bakuna zou moeten rennen. Bakuna rent ook. En deze paas is magnifiek. En die aanname. Elia. Oh nee, hij wordt geblokt. En we komen niet bij het tweede schot. Jongen. Wat is dat voor pech? Voeg iets. En die paas is goed. En dat is Fukic. Ik wou een fake shot doen en naar binnen gaan. Maar hij schoot toch. Oké, daar is Van der Heijden. Kan hij het weer doen? Wat hij vorig seizoen zo vaak deed. Mensen in stelling brengen. Ik zie daar... Ja, oké. Van der Heijden speelt... Ik zeg het. Ik zeg niet zomaar dingen. Hij speelt echt geen goede wedstrijd. Aitor komt erin. Voor de rest kunnen wij nog... Ja, we kunnen nog één keer wisselen. Castaños. Ja, Van Wolfswinkel heb ik ook gewoon niet gezien. Gewoon heel eerlijk zijn. Maar ja, krijgen we nog een keer de kans. Klaasje in de bal. Middenveld. Ziet er niet heel lekker uit. En daar is het helemaal open. Wie missen we daar? We missen Dest. Goed gedaan. We kunnen er weer niet bij. Jongen. Overname van de Noord. Nou, Steentje is toch geen verdediger, of wel soms? En weer, ja, we krijgen. Ja, kom op, zeg. Het lijkt precies hetzelfde te gaan als seizoen nummer 1, het begin. Verloren we met 4-0, weet ik veel. Maar we verloren best wel bruut. En nu staan we achter. Maar ik krijg de hele tijd de... Kijk, hier heeft Van der Linden de bal. Maar wat hij ermee doet is gewoon... Ja, en de keeper doet weer wat eigenlijk niet meer hoort, hè. Want ze zouden dat fixen, zeg maar. Tussendoor. En dat is weer een paas. En de wedstrijd is afgelopen. We verliezen met 3-1. Jammer, er is werk aan de winkel. Want ik ben ook gewoon niet tevreden. Ik ben niet tevreden hoe wij spelen.
some questions regarding the match. Thank you for your time. We hebben een appje van Max van der Linden. Hey trainer, bedankt dat je naar me hebt geluisterd en dat je mijn speeltijd geeft nu ik ervoor ben. De volgende wedstrijd is tegen PSV. Kunnen wij ons herstellen? We spelen thuis natuurlijk in Enschede. En ik heb de opstelling veranderd. Ik was gewoon niet tevreden. Oh, wacht even. We hebben nu Brondel op doel, De Nooier als linksback, Van der Linden samen met Pleguezelo. Dat betekent dus nu dat Bij op de bank zit. Van der Linden, Pleguezelo als centrale verdedigers, Dest als rechtsback. Aburjania terug op het middenveld, Espinosa terug op het middenveld en Fukic terug op zijn vertrouwde positie. Elia is de nieuwe aanvoerder, de linksbuiten. Aitor terug in de basis als rechtsbuiten en Van Wolfswinkel in de spits. 6 minuten wordt weer 4 minuten, bruh. Oké, 4 minuten ultiem. We zijn in Enschede, we spelen thuis. De grootsvesten natuurlijk tegen PSV. Welkom bij de knaller tegen PSV. Natuurlijk is dit voor ons een hele moeilijke wedstrijd. Het is bewolkt in Enschede, maar er is ook nog wel een beetje zon. Zoals je ziet daar. We moeten deze wedstrijd eigenlijk wel winnen. Maar ik weet gewoon dat het moeilijk gaat worden. Want we spelen tegen PSV. Plus, na de update is de gameplay toch wel veranderd. Vooral verdedigend is het gewoon een stuk moeilijker geworden. Ik ga niet klagen. Het komt allemaal weer goed. Maar we moeten wel weer even wennen. We gaan even kijken naar onze opstelling. Die kennen we natuurlijk al. Bijen dus op de bank nu. Schenk, Lindhorst, Bakuna, Bakker, Van der Heijden, Castaños. Ja, dus dat zijn een paar basisspelers die nu op de bank zitten. Maar ik hoop dat ze het begrijpen. En ze krijgen natuurlijk heus wel weer de kans om zich te bewijzen. Maar nu wil ik eventjes weer met het officiële middenveld van vorig seizoen spelen. Die zo succesvol was. We gaan kijken naar de spelers van PSV. Ik zie dat Bergwijn er nog is. Dat is goed. Maar ze hebben ook Rosario op de bank, Viergever, Zoet op de bank. Dat slaat nergens op. Hendricks. Het is nog steeds hetzelfde probleem. Ja. Iatar is volgens mij weg. Deze hebben ze. Als rechtsback. We gaan beginnen. Rigo van PSV aan de bal. En daar is Bergwijn. De international. Nederlands international. Bal afgepakt. Van der Linden. De Nooier. De Nooier met de... Ja, oké. Okay. Dat is ook... Oh. Wat doet Aberjania in zo'n slechte positie? 1-0 voor PSV. Dit is precies dezelfde start als vorig seizoen. Romero met de 1-0. Maar Aburjania die staat achter zijn man. Hoe kunnen wij hem bereiken als hij achter zijn man blijft staan? Hier. Dat is gewoon heel slecht gedaan voor Aburjania. En waarom Romero vrij staat en dat Van der Linden eigenlijk gaat dubbeldekken samen met Pleguezelo. Dat slaat ook nergens op. Dus we staan weer achter. 1-0. Aanname, Pleguezelo. Slechte bal. Daar krijgen we de bal weer. Overname, want Pleguezelo verliest. Kunnen wij de bal onderscheppen? Kom op nou! Dat is over. Dat wordt geel. Dat wordt geel. Deze. En de bal komt bij Bergwijn. En. Ik weet niet wat er gebeurt met de verdediging. En dit is hetzelfde verhaaltje. 2-0 voor PSV. We krijgen ze niet van de bal. Dit is precies hetzelfde begin als vorig seizoen. Twee man open. We missen Drommel nu al. En ik weet niet. Het is ook wel zuur hoor, dat we hem kwijt zijn. Dit moet een doelpuntje zijn. En wat een redding van Ruiter.
Ik weet, Ruiter is een goede keeper, dus ze hebben ook nog eens geluk dat ze Ruiter als reservekeeper hebben. We gaan proberen om te doen wat we vorig seizoen deden. Eerst de paal rennen en dan een beetje naar het midden. En dan kijken wij Van der Linden recht op de keeper. Maar het werkt wel. Het werkt echt wel. Daar is de paas op Van der Heijden. Van der Heijden! Ja, gewoon voor je eigen kansen gaan. Sorry. Kopbal naar deze. Deze, een perfecte paas op Bergwijn. Bergwijn gaat de ruimte in. We zien midden. Van der Linden gaat er goed mee. Dit moet Van der Linden. Laat hem eventjes lopen. Hij draait weg. Kijk. Hij draait gewoon weg, jongens. Wat een... Achterin zijn we echt zwak. De wedstrijd is afgelopen. Gelukkig is het niet zo erg als vorig seizoen. Want toen verloren wij met hogere cijfers. Maar 2-0 is... Ja, gewoon slecht. Ik ben ook niet tevreden over het spel. We speelden echt zo goed vorig seizoen. Maar ik moet, zoals ik eerder zei, na de update speelt het gewoon heel anders. En het lijkt alsof wij weer met een nieuwe FIFA 20 te maken hebben. Want verdedigen is gewoon nog lastiger geworden. Het zijn geen smoesjes, het zijn feiten. Hi, can you chat to us for a second about the match? Thanks very much for speaking to us. Ja, helaas, het gaat dus iets minder. Ja, helaas, het gaat dus nu iets minder met FC Twente. Na twee wedstrijden hebben wij nog steeds 0 punten en we staan op de laatste plek. Maar ja, dat gaat waarschijnlijk niet zo blijven. Maar ja, we hebben gewoon nu. We zitten gewoon nu in een mindere fase. We gaan even kijken naar de stand trouwens. Ja, oké, niet iedereen heeft nog gespeeld. Ja. Ik ga ook niet verder simuleren, want we hebben alle dagen nodig natuurlijk om een nieuwe keeper te halen. Dat is wel heel belangrijk. We hebben dus nu 15,76 miljoen op de bankrekening. We halen nog een centrale verdediger. De scoutverslagen zijn gewoon nog niet binnen, maar ik wil dus wachten met dat, simuleren. Want we hebben dus nu ook nog een keeper nodig. Drommel, helaas, sorry. Man. We hebben gewoon verpest. Gewoon echt verpest. Oké, voordat ik deze aflevering ga beëindigen, wil ik van jullie vragen om voor mij op zoek te gaan naar een keeper. En eigenlijk maakt het... zijn rating moet minimaal 74 zijn, want Drommel was ook een 74. En kijk maar. Want ja, ik weet niet, Drommel was gewoon een gruwelijke. Als jullie ideeën hebben, reactie onderaan de video. En zoals ik al zei, ik ga nu gewoon kijken naar jullie keuzes en niet mijn eigen keuze maken. Dus ik hoop dat jullie met goede ideeën komen. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. En vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten, dat waardeer ik enorm. Vind je deze aflevering dope, vind je dit kanaal dope en je bent nog niet geabonneerd? Abonneer dan op mijn kanaal als je mij wilt volgen, als je mij wilt supporten. Vergeet dan niet om je notificaties aan te zetten, want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. We zijn Joe Drommel kwijtgeraakt en het is mijn schuld. I'm out.